Als wij 4 weken geleden naast elkaar op het terrasje hadden gezeten en ik had gezegd tegen jou, na Spakenburg en Hardenberg heb je 6 punten. Wat had je dan gezegd? Je bent stapelgek? Nee hoor, dat had ik gezegd, waar kan ik tekenen? Natuurlijk teken je daarvoor, maar dat verwacht je uiteraard niet. Nee. Dan naar deze wedstrijd. Je komt op voorsprong, dan krijg je de fase iets moeilijker, wordt het gelijk. Direct wordt het gelijk. En dan krijg je de 2-1 en dan na rust gaan hun drukken, gaan ze alles qua bank, krijgen hun kansen, maar jullie ook op de omschakeling. Ja, kijk, gelijk na de 1-0 van ons, ja, is de concentratie even weg. Dat was volgens mij de eerste keer dat ze in onze 16 meter waren en hij ligt gelijk binnen. Ja, dat mag niet gebeuren. We weten dat die voorzet daar komt, dat ze een gevaarlijke spits hebben. Maar goed, dat herstellen we dan goed. Ja, dat je dan de tweede helft wat lastiger krijgt, dat weet je. En dat de ballen verkeerd kunnen vallen in de scrimmage. Maar ja, echt uitgespeelde kansen heb ik niet geteld. Maar goed, langs de kant zie je dat soms anders. Misschien ook morgen verrast worden in de samenvatting. Nou, wij krijgen natuurlijk minimaal 2 momenten waar die bal er gewoon echt in moet. Ja, we niet van de put, hè? Ja, dat hebben we niet goed gedaan. Aan de andere kant is dit natuurlijk een fantastische overwinning. Goed, het blijft wel tot eind toe spannend. Dus laten we maar zeggen dat we het voor de toeschouwers hebben gedaan. Ja. Nou ja, goed. Hoe belangrijk is Immers eigenlijk voor je ploeg? Ah, je ziet dat hij op de juiste... snelheid is net iets hoger dan bij anderen, hè? Ja, nee, maar en het pakt goed momenten van rust. Zet de mensen neer. Als ze ons vastzetten, dan is hij de man die hem door kan koppen. Ja, Lex is niet alleen op voetbalgebied, maar ook daaromheen gewoon heel belangrijk voor deze groep. Naast de ervaren jongens die we al hadden. We hebben toch een iets andere situatie nu. Dat zag je vandaag al aan de bank. Er zijn wat jongens aan terugkomen, maar... Ja, er is wat meer concurrentie nu. Ja, daar moeten we misschien ook een beetje aan wennen. Maar ja, dat is ook als je in de tweede divisie wil spelen. Nog één ding. Ctrl-P. Ctrl-P? Ctrl-P, om teletext uit te printen. Ja, nou joh. Weet je, 2 wedstrijden. Die 6 punten zijn heerlijk. Daar gaan we ook van genieten. En dan is het volgende week weer AFC. En ja, net zoals anders, laten we naar die wedstrijd gewoon eens even kijken waar we staan. Tuurlijk moeten we hiervan genieten, is hartstikke mooi, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Nou, de competitiestart is heel vaak anders geweest. Ja, nee, dat natuurlijk is hartstikke lekker en ik start liever zo dan anders. Maar we moeten het allemaal wel in het juiste perspectief zien.